Sophie. Hoi, mijn naam is Amir en wij zijn van de Oranje School uit Amsterdam-Noord en wij komen uit groep 7. Wij hebben een manier bedacht om pesten te stoppen. Kijken jullie mee? Ja, wat moet je nou, hè? Wat? Je moet het eten. Sorry, wat heb ik gedaan? Hé, hey, ja, vinden jullie het normaal wat jullie aan het doen zijn? Ja. Ik ga jullie nu meteen inschrijven in de pestschool. Hoezo? Omdat jullie zomaar een kind pesten. Oké, jongens, jullie zitten hier nu op de pestschool. En waarom denken jullie eigenlijk dat jullie hier zitten? Nou, dan voelen we ons stoer. Ja, gewoon stoer. Maar dit is eigenlijk helemaal niet stoer pesten. Denken jullie dat jullie weten waarom? Nee. Jullie denken dat jullie eigenlijk minder zelfverzekerd zijn, waardoor jullie jezelf naar boven trekken en andere kinderen naar beneden te duwen. Komt het jullie bekend voor? Ja. Ja, heel vaak. Beloven jullie dat jullie nooit meer zullen pesten? Ja. Sorry dat we je hebben gepest. Sorry dat we hebben gepest. Ik was even weg met mijn hoofd erbij. Dan bedank je wel dat je ons naar de pestschool hebt gebracht. Alsjeblieft. Dank je wel dat je ons naar de pestschool hebt gebracht. Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. En deze video ging uiteindelijk over dat kinderen die pesten naar een pestschool werden gebracht. En uiteindelijk door erover te praten het hebben afgeleerd. Ja, ik vond het ook een hele goede oplossing. Het is beter dan het uit te vechten. En je leert er ook veel meer van. Want je krijgt veel uitleg van de juffen die op de anti-pestschool zitten. Oh, doei! Hoi, ik ben Maarten Lief. Ik zit op de Oranje Nachtschool en ik zit in groep 7. Hoi, ik ben Jo en ik zit op de Oranje Nachtschool en ik zit in groep 7. Wij gaan een filmpje maken over verschillende geloven en de problemen die dat veroorzaken. En dat gaan we ook oplossen. Het was een mooie avond. Het was het schoolbal. Iedereen zat lekker te dansen. Tot en met ze een beetje trek kregen en moe waren geworden. Toen gingen ze lekker in gesprek. Hallo jongens. Hoi. Wat is jouw geloof? Katholiek. Wow, met die ene mensen die vals zingen, toch? Wat is jullie geloof? Wij zijn christenen. Die ene god die vliegt op de mat. Ja. Nou, wat is jouw geloof? Jouw dus. Oh, mijne. Ik ben moslim. Oh, is je vader dus IS of zo? Wat is eigenlijk jouw geloof? Ik heb geen geloof. Wat? Ja, stoppen nu! Waarom maken jullie het zo voor ruzie de hele tijd? Net konden jullie nog lekker dansen met elkaar en nu hebben jullie het over geloven. En dan moeten jullie ineens heel veel ruzie maken. Los dit eens op! Ja, ze hebben wel gelijk. Sorry. 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 Nu maar lekker gaan dansen, hè? Ja! Heel veel mensen! Onze oplossing tussen het probleem bij het geloof en ze zien we weer. Iedereen mogen we geloven wat hij wil. Doei! Hoi, ik ben Daniel. En ik ben Ashley. En wij vinden het heel erg dat op de Oranje Nassau-school in Noord wordt gepest. Daarvoor hebben wij een oplossing voor pesten. Ayman, leuk naar het filmpje. Ja man, hoe was het op school? Ja, goed. Oké, okay, en wat heb je allemaal gedaan? Rekenen. Ik doe een blondje. Taal. Ik doe een blondje. Kaaskop. Laat me met rust. Wat? Kom dan. Wat? Wegwezen. Oh, dat deed echt pijn. Ja. Was er maar iemand die ons kon helpen? Ja. Maar dat gaat ook nooit gebeuren, denk ik. Ja, waarschijnlijk wel. Was er maar iemand? Ja. Gaat het? Ja, gaat wel. Ja, hebben jullie er niet van gezegd? Nee, dat durven we niet. Dan ga ik wat van zeggen. Hoezo pesten jullie? Ja, omdat het stoer is. Het stoer en leuk. Hebben jullie geen enig idee wat het met die jongens doet? Nee. Met zo'n paar dat we met z'n drieën hun twee pakken. Ja. Maar dat is toch niet eerlijk, twee tegen drie? Ja, nee, maakt niet uit. Maar ja, gaan jullie ons mee? Gaan we even sorry zeggen. Oké. Dat zal best. Hey, yo, maat. Het spijt me dat ik je heb gepest. Is goed, man. Maakt niet uit. En het spijt me dat ik je helemaal verrot heb geslagen. Maakt niet uit. En jongens, misschien kunnen we met z'n allen gaan spelen. Ja, leuk. Is goed, let's go. Oké, wie is de lummel? Yo, man, dit is leuk. Yes. Dit was onze video over pesten.
je moet altijd voor jezelf en voor de anderen opkomen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en doei! Hoi, mijn naam is Waris. Mijn naam is Felicia. En wij hebben een filmpje gemaakt over het probleem dat iedereen aan zichzelf denkt. Kijk je mee? Waarom? Die van jullie is nog veel lelijker. Jullie is het stomst. Helemaal ja. Niet. Helemaal wel. Anders ja. Ben ik de politie, hoor. Ja, doei. Ja, doei. Doei. Hallo? Wij willen graag sorry zeggen voor het ruzie. Dus we willen het gaan oplossen met een diner. Kan dat morgen? Wie is dat nou weer? Van de buren van de overkant. Ze willen een diner met ons om sorry te zeggen. Hoi. Hoi. Ik wil sorry zeggen van gisteren voor jullie zien. Zullen we gaan eten? Oké. Ja. Ik heb een ideetje. We kunnen misschien een band oprichten. Ja, ik word de drummer. En ik ook. Ik en moet de zangeres zijn. En jullie twee zijn zangers. Ja, en jij bent ook een drummer. Nee. Yeah. Onze oplossing was om gewoon muziek te maken en gewoon met elkaar gaan praten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doei! Doei!